Ja, we zijn goed gestart. Ja, super, super. Ja. Ik zie ze ook allemaal hartstikke goed bezig. Ja. Voor, voor onze stichting um, ja, gaan een aantal directeuren met pensioen. Dat betekent dat wij al actief aan het uh, onderzoeken zijn van ja, hoe gaan we dat probleem oplossen. We hebben um, al bijeenkomsten gehad van mensen die ambities hebben om door te groeien. Uh, we hebben ook teamleiders die bijvoorbeeld ook de ambitie hebben om directeur te worden. Ook met daar zijn we mee in gesprek. En ook voor hun hebben we individuele trajecten om te kijken van ja, wat heb jij nodig om dadelijk bijvoorbeeld de rol van directeur te gaan doen. Door het grote personeelstekort is het lastig om mensen te vinden. Iedereen stort zich op de paar kandidaten die er zijn. Dus moet er creatief worden gezocht. We kijken binnen onze eigen organisatie of er talenten zijn. Mensen die zeggen, nou, ik heb al wat ervaring opgedaan met leidinggeven, dat wil ik verder uitbouwen. Misschien ook mensen die daar nog absoluut geen ervaring in hebben, maar wel willen onderzoeken of daar kansen liggen. En ook hier weer, misschien ook mensen buiten de sector onderwijs die kwaliteit hebben in het leidinggeven, helpen om binnen die basisschool dus te verkennen of het tot de mogelijkheden behoort. Er zijn misschien mensen uit de creatieve hoek die veel betekenis kunnen zijn. Er zijn misschien mensen uit het bankwezen die zeggen: Nou, het gaat over rekenvaardigheden, wil ik iets betekenen. Nou, eh, allemaal mogelijkheden die we, die we moeten onderzoeken, waar we open voor moeten staan. Wat de zoektocht naar leidinggevend personeel ook lastig maakt, is dat het salaris vaak achterblijft bij vergelijkbare functies in andere sectoren. Salarissen van leerkrachten die zijn goed omhoog gegaan en de CAO's. Uh, maar de salaris van de directeuren zijn daar niet in meegenomen. Dus dat, dat is wel uh, het verschil uh, is eigenlijk nog maar minimaal. Dat is inderdaad op dit moment uh, minder helpend, laat ik het zo zeggen. En natuurlijk moet je het niet om het geld doen, maar een stukje extra beloning voor die verantwoording die je als directeur van een basisschool hebt. En uh, die past er wel bij.